zo die geur. Ja, het is gewoon, ja, dat komt er zo bekend. Als, als jongetje van 8, 9 jaar oud ben ik gewoon hier de hele tijd rondgelopen. 350 militairen, burgers en politieagenten zijn in Kunduz voor de politietrainingsmissie. 7 van hen hebben een camera meegekregen en filmen alles wat ze meemaken. Dit is Dagboek Kunduz. Vorige keer namen de mannen en vrouwen van de missie afscheid van hun geliefde. Voor politietrainer Niels was het een loodzware last. Mijn vrouw is dan nu al 7 maanden zwanger. Ja, dat speelt wel, dat vreet wel aan me, ja. Ik vond het gewoon belachelijk dat hij ervoor koos om een half jaar van huis weg te gaan en al die dingen dan te moeten missen en zo. De ouders van militair verpleegkundige Bo hadden het ook moeilijk. Maar ze zijn ervan overtuigd dat hun dochter uit het juiste hout gesneden is voor deze missie. Ja, ik denk dat ze niet voor de gevaren wegloopt. Eerder zichzelf dan nog in gevaar zal brengen om iemand te helpen. En voor politietrainer Ahmad wordt het een beladen weerzien met zijn geboorteland. Ik heb me eigenlijk nog nooit zo zenuwachtig. Heb ik me nog nooit zo gevoeld. Het is echt raar. De sfeer is nu nog ontspannen, maar Afghanistan is een land dat zucht onder de terreur van de Taliban. De twee grootste gevaren? Zelfmoordaanslagen en bermbommen. In 2011 alleen al vielen er duizenden burgerslachtoffers. Maar ook de coalitietroepen van de ISAF-missie zijn veelvuldig slachtoffer van terreuraanslagen. Nederland heeft offers gebracht om Afghanistan veiliger te maken. Deze missie gaat nog een stap verder. Onze mannen en vrouwen helpen de Afghanen om de veiligheid weer in eigen handen te nemen. Naast politieagenten en militairen gaan er ook diplomaten naar Afghanistan, zoals Cecilia. Zij houdt zich bezig met rechtsstaatontwikkeling. Voordat ze naar Kunduz gaat, heeft ze eerst nog afspraken in de hoofdstad Kabul. Waar buitenlanders een geliefd doelwit zijn van kidnappings en terreuraanslagen. Nou, wat je eigenlijk op straat ziet is gewoon het normale straatleven. En toch ergens voel je een beetje die spanning rondom de veiligheid. We weten gewoon dat ja, afgelopen week het even misging met de beschietingen hier. En ja, dan ben je toch wel wat alerter dan dat ik normaal zou zijn bijvoorbeeld in Den Haag. We zijn op weg hier in Kabul naar onze volgende afspraak. We gaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En nou, we hotsen botsen in de auto, want de wegen zitten hier vol met gaten. We hebben vooral over de politieke situatie gehad. Over de beschietingen die zondag nog hebben plaatsgevonden. En ja, dat heeft mensen toch wel doen schrikken. Is dat de Taliban nog steeds hier echt actief is. En dat je daar echt ook je leven op in moet richten. Het vliegtuig uit Eindhoven is aangekomen in Kunduz. Bo, Ahmad en Niels zijn op weg naar het zwaar beveiligde militaire kamp, waar ze de komende 6 maanden met alle Nederlanders wonen en werken. Dit kamp wordt gerund door het Duitse leger. En de Hollanders hebben daarbinnen hun eigen plek, Camp Windmill. Het is gewoon niet te geloven, we zijn gewoon in Afghanistan. Na 17 jaar. Het is gewoon fucking niet te geloven. Als ik zo die geur. Ja, het is gewoon. Ja, dat komt er zo bekend. Dat is. Als een jongetje van 8, 9 jaar oud ben ik gewoon hier de hele tijd rondgelopen. Het voelt alsof hier gewoon niks is veranderd. Alsof gewoon de tijd is stilgestaan. Ja. Yeah.
Ook Cecilia is inmiddels aangekomen op Camp Windmill. Het nieuwe kantoor wordt geïnstalleerd, hangt in de lucht. Daar werken we in. Daar werken we in. Dat is onze prefab. Camp Windmill? Schoonschipdag. Kijk, we zijn schoonmaken. Vandaag de officiële eerste dag. En ja, eerst moet de zaak schoon natuurlijk. Dan kunnen we helemaal nadenken. En morgen gaan we echt beginnen. Bo maakt een eerste rondje over Camp Windmill, waar de mannen en vrouwen gescheiden slapen en douchen. Het kamp is een doolhof van met grind gevulde muren. Een goede bescherming tegen aanslagen. Nou, welkom in ons prachtige slaapverblijf. Dit wordt het Wilhalla genoemd. Nou, echt Wilhalla vind ik het niet. Wat vind jij? Nee, niet echt, nee. Nee, hè? Nou, hier slapen dus met z'n veertienen. Ja, is best gezellig. Het is Mirjam. Hallo. Die is ook vandaag aangekomen. Ook verrot. Kijk, gezellig. En dit is onze grote vriend, de airco. Hij doet niet echt supergoed zijn werk. En de ander die doet het gewoon niet, dus het is hier best warm. Het eerste wat me opvalt is dat het hier gewoon bloedheet is. En dat je bij het meeste wat je doet al het zweet van je voorhoofd afloopt. Iedereen loopt hier tegenwoordig met een wapen op het kamp. Dat was schijnt in het begin niet zo te zijn. Nee. Nou, dat komt omdat de dreiging op het kamp ietsjes verhoogd is. Dus heeft iedereen een wapen bij. De Taliban heeft een methode die direct gevaar oplevert voor de missie. Infiltratie bij de Afghaanse politie. En we hebben een gewichtig moment, want we gaan ons kantoortje heropenen. Onze voorgangers zitten op vliegtuig en hier hangen de feestelijke bloemen. Het kantoor wordt vandaag officieel heropend. Hierbij. Het is een slot. Ga je auto schuiven? Hey! En goed. But Ohio don't remember me. Nou. Zit ik daar? Ja, daar lig ik daar inderdaad. Het is nu inmiddels 10:50. En Shabby is klaar mee. Shafi is er klaar mee, ja. Volgende keer in Dagboek Kunduz. Je ziet ook gewoon echt letterlijk mensen gewoon een middenvinger naar je opsteken. En dan vloek ze zelfs van, rot gewoon lekker op. Je hoort er nog genoeg over, van Intel waar ja, zoekcijfers en dat soort dingen. Dus, er gebeurt nog genoeg bij het kantoor.